De eerste markt in februari in Mare Nostrum was een groot succes, dus voor herhaling vatbaar. En dat was op 20 april. Met onder andere gratis sminken voor kinderen en 's middags live muziek in de foyer. Al vroeg was er aanloop om lekker te struinen tussen de tweedehands spulletjes. Uitgestald door lokale verkopers die afscheid namen van hun spullen. Zo kregen veel spullen een tweede leven. Niet alles was te koop. Nee, er waren ook gratis spullen. Aangeboden door Wijkcentrum Mare Nostrum, bezoekers van de Vrouwenochtend en Stichting Hilde